Het is zomertijd op Schiphol. Veel mensen gaan met vakantie. Volgens een recent onderzoek nemen met name vrouwen veel overbodige bagage mee. Schiphol TV deed in de vertrekhal een rondvraag. Heeft u iets ingepakt dat overbodig is? Nee, ik gebruik wel veel. Ik denk 90% gebruik ik wel. Misschien het gevoel van mevrouw dat zij misschien iets te veel spullen bij zich heeft? Nou, dat weet ik wel zeker. Hoeveel van de spullen die je bij hebt denk je dat overbodig is? 3/4. Waarom neem je het dan toch mee? Ja, voor de zekerheid. Van de week stond in de krant dat 60% van wat mensen meenemen op vakantie eigenlijk overbodig is. Is dat bij jullie ook het geval? Ja, hij is overbodig. Ik denk zelfs dat wij te weinig bij ons hebben. Ja. Wat hebben jullie allemaal bij je? Vooral strandspullen. Heel veel, en spelletjes, Rummy Cup, kaarten. Ze komen uit Den Dolder, hè? Alles van de Remia. We hebben één koffer met Remia bij ons. Hè? En appelmoes, vlokken, pasta. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 grote koffers. Wat zit er allemaal in eigenlijk? Schoon onderbroek en een schoon hemd. Sokken. Klompen. Klompen. Er zitten 3 paar klompen in. Want daar zijn ze gek van in Amerika natuurlijk, dus dat is altijd goed. Wat heb je allemaal bij als ik vragen mag? Ja, heel veel kleren. Jurkjes en zo. Hoeveel paar schoenen? Ik heb 9 paar. Ik 10. Een paar? Ja. Neem minstens de helft van je koffer al in beslag, of niet? Ja, maar er zijn wel allemaal slippertjes en zo, hè? Van die open schoentjes. Dus elke dag een ander paar schoenen aan? Ja. Bij elke outfit wel anders, ja. Dus ook 10 outfits? Ja, wel meer. Al dubbelen.